Yo, beste kijkers van Pyro Castle 1993, OB. Ja. Ja, we zijn professorisch even een knutselvlog voor jullie op het nemen, op bed. We hebben wat van die kleine fonteintjes van de Big Bazaar. En ja, één doosje ligt al over de grond, we doen er nog eentje. Maken van één assortiment wil ik dadelijk vier van dezelfde potten wil ik bij elkaar steken met viscolont en snellont en duct tape, oftewel schilderstape, en kabelbinders. En dan beginnen we met de Strong Whistle Fountain, een fluitfontein. En dan maken we er dan pakken we er vier bij elkaar. Dus dan maken we hier een gaatje. Ja. Zoals je ziet hebben we daar nog een gaatje in. Dan doen we het hier ook. Ja, doen we dat ook. En hier doen we dat ook. Maar aan de bovenkant zie je het lont. Dus die rode kant. Die halen we eraf. Zo. Dat doen we bij alle fonteinen. Zo makkelijker, hè. Zo. Even kijken, daar hebben we nog drie fonteinen gedaan. Nou, nummer 4. Dus ja. En dan gaan we eens eventjes kijken. Nummer 2. Laat elkaar doorverbinden met snelbond. Even een tangetje erbij. Pakken. Ja. Ja. Dan. En dan knippen we een heel stukje lont eraf. Ongeveer. Zoveel. Moet wel genoeg zijn om naar twee potten te gaan. En die duwen we dan door die gaatjes naar binnen. Zo. Het is wel genoeg voor meer potten. Dus we halen er nog een stukje vanaf. Zo. Het was wel een beetje te veel van de goeie. En dan zetten we hem. Steken we dan ook weer tussendoor. Ja. Ja, ik doe dat even buiten beeld. Want dat wil ik ook wel in beeld doen. Dat is geen probleem. Zo. Omdat we toch, ja, ik kom er nou eventjes niet in. Dus dan maken we het gaatje iets groter. En dan steken we hem
daar doorheen. Zo. En dan binden we. Daar het lontje aan vast. Als het me lukt. Nee, geintje, dat lukt wel. Moet alleen even kijken. En dan trekken we dat touwtje dadelijk of die kabel binnen gaan. Zo. En dan knippen we die boveneindes ervan af. Zo. Doen we dat bij die andere ook. Bij de andere kant. Ja, het is hard. Echter. Zal dit dan dadelijk. In de oude opnieuw special te zien komen. En we zijn al een knutselen voor 31 december. Eigenlijk niet echt veel knutselen met vuurwerk is dit. Het is gewoon dingen een beetje bij elkaar zetten. Gewoon klein. Zo. Ja, een beetje moeilijk. Misschien moet ik hem even zo al installeren. Zo. En dan doen we dat lontje er ook bij. Ja. Zo, als die wil luisteren. Zo, en dan hebben we die twee alvast bij elkaar staan. Zo, dat doen we dan. Alvast een stukje. Schilderstape omheen, zo. Dus die zijn alvast klaar. Zo. Daar is één. Want ja. Nu moeten we eventjes kijken. Een tank. Dat we hier ook gewoon nog een gaatje in prikken. Zo. En bij hem nog een gaatje. Even kijken. Zo. Hij krijgt er nog een gaatje bij. En even kijken. Waar is hij nou gebleven? Ja. Even kijken. Krikkeling. Oh, die ligt gewoon hier. Dus. Dan pakken we gewoon wat groene visco. Die laatste twee. Gaan dan wel dan samen. Zetten we daar nog maar een dingetje omheen. En nog maar een kabelbindertje. We hebben er toch genoeg. Zo ziet het er aan de bovenkant uit. Zo.
Zo. Dan hebben we toch eigenlijk dadelijk legaal een kat in cakeje gebouwd. Even kijken. Die gaat daar doorheen. Dus die gaat daar doorheen. Zo. Dan zetten we daar ook weer een stripje omheen. Ja, u ziet niet alles in beeld. Dus dan hebben we het eigenlijk alweer zover klaar. Zo, we hebben de bovenkant even buiten beeld afgeknipt. En hier komt daar ook nog een lontje in. Even kijken, ja, daar. En die zetten we dan hier. Zo. Pakken we een iets langer viskolontje. Zoiets. Zoals je kunt zien. En die zetten we dan in zijn geheel door. Als ik het goed zie, komt hij dadelijk deze kant naar buiten. Even het gat groter prikken. Het is echter weer de eerste, ja, nieuwe knutselvlocht. Voor dit vuurwerkseizoen. We gaan ook nog wat kat 1 in deze dagen afstoken. Of afschieten. Dus dat komt allemaal goed. Ik ben weer buiten beeld bezig om een kabelbindertje er weer omheen te zetten. Dat is misschien jammer. Het is niet anders even op deze manier. Dat ik dat namelijk vanuit mijn bed ben het maken. Zo. Weer een stukje eraf. En ja. We moeten nog één kabelbindertje erop doen. Heb je nog een leuk iets wat je wil zien met legaal kat 1 vuurwerk? Ja. Het is niet anders dit jaar, maar wil je nog wat leuks zien, wat maken voor jou in een van deze vlogs nog, tot net om de andere dag probeer ik er eentje online te zetten. En dan hebben we het eigenlijk zo ver klaar dat we er 4 door hebben verbonden. Ik zet er nog een stukje schilderstreep omheen. Om de boel een beetje bij elkaar te houden. Voordat we met de duct tape gaan beginnen. En je zal wel vragen waarom aan de duct tape aan de buitenkant. Om toch nog een beetje de stevigheid in te brengen.
dus dan doen we dat op die fiets. Want dus maar alleen voor tegen te houden. En dan heb je eigenlijk ja een 4-shots fonteincakeje gebouwd. Ik hoop dat je de video een beetje leuk vindt. Ja, ik ben zoveel buiten beeld aan doen. Waar ik zelf ook eigenlijk een hekel aan heb. Nou. Ik begrijp me niet verkeerd. Het was even niet anders voor vandaag om de vlog op te nemen. Zo, dus zo bouw je eigen 4-shots of je zo'n doorlontje, je eigen fonteinen, zeg maar. Om toch nog een spetterende oude opnieuw show neer te zetten. Vond je dit nou een leuke video? Deel en like hem. En laat in de comments weten wat we nog meer voor jullie moeten knutselen. En volg me op Instagram. En ik zeg laters.